begon niet. Pak het, dat we dingen wel op. Nou, nog vinden de pad terug naar het weg. Nou, ik had begrepen dat die ergens binnen moeten zijn. Maar ja, zo pikken ook niet. Welke kant moeten we op? Loop maar een kant op. Ik denk hier ook. We hebben ook ontvangst hier, met een navigatie, dat we weten waar we toe moeten. Het is een flink donker bos hier, hè? Nou, het is wel donker hier. Je kan ook zien dat hier bijna nooit iemand komt, hè? Of niet gegroeid. Ja. Dit is niet echt een hunt, hound of urbexplek geweest, denk ik. Nee. Ik denk dat hier helemaal geen urbexplek zijn geweest. Ja, wel vleermuizen natuurlijk. Zal het? Nee, klopt dan maar. Fladder, fladder, fladder. Ta-ta-ta-ta-ta. Oh, ik vind het zo eng, hè. Niet wie daar. Het is best wel een diepe bunker zoals je ziet. Dit is Jansen afdeling. Klimmen. Oké. Okay. Hebben we deze gehad? Hallo beste kijkers, en leuk dat jullie kijken naar een nieuw avontuur van de Traveler Experience NL. Vandaag zijn we in België, in Antwerpen, bij een Vocht Bunkers. Ja. Wat kan je erover vertellen, Jan? Bunkers zijn gebouwd. Ja, het is eigenlijk geen bunker hier. Ja, waar we nu zijn wel, maar waar we net waren niet. Is een schans en daaromheen liggen kleine bunkers. Het is gebouwd in de Eerste Wereldoorlog, puur voor de bezetting, hè? De Duitse bezetting. Ja, of een knip. Uit welk jaar? Ja. Eerste Wereldoorlog. 1914. Ja. Ja. En, maar het heeft eigenlijk nooit iets als militair doel gehad, want voordat het iets kon doen, is het ontploft. Ja, en er zijn doden bijgevallen. Er zijn twee doden bijgevallen, twee militairen. Ja. En zelfs in de verte zijn er twee dames omgekomen door rondvliegende brokstukken. Kan je nagaan, wat een explosie dat is geweest, dat die hele brokstuk gewoon meters weg. En waarom, jongens, is dat, waarom hebben ze dat opgelaten blazen? Welke reden? Dat is nou, ik denk niet dat het niet bekend. Nee, dat is niet bekend. Nee, maar ik denk dat de Duitsers. Ja, dat wil ik gewoon weten. Oh, ja, maar dat is niet bekend. Nee, ja, dat is niet bekend, denk ik. Nee. Ja, dat moet ik even opzoeken dan. Ja, maar dat stond er niet bij. Nee, dat ik dacht iemand verteld dat het een functie had. Wat, nee, het is wel geweest voor militair opslag. In de Tweede Wereldoorlog is het, hebben de bunkers gediend als opslag, ja. Voor munitie. Voor munitie, ja. En voor de rest is er eigenlijk. Weinig van bekend, van de locatie. Ja. Ja. Maar goed, we gaan de machtige pretje drukken. We gaan hier gewoon een onderzoek starten. We hebben de rempot, we hebben de K2 meter. We hebben de speelballetjes, kattenballetjes. We hebben een extra camera staan. K2 meters. Kaarsen, hè, voor de energie. Er zit geen camera in. Oké, okay, nou dat maakt niet uit, het is een camera. En voor de rest zijn we hier met de 100 volle verstand. Dus we kunnen beginnen met het onderzoek. En Jan gaat aftrappen vandaag. Oh, mag ik aftrappen? Ja, ik ga aftrappen vandaag. Okay. Hallo entiteiten of wat er ook rond hangt hier. Wij zijn van de Travelers Experience NL en wij willen contact leggen met entiteiten. Dan gaat het verhaal rond dat hier rond deze bunker twee doden zijn gevallen, twee soldaten. En daar zouden we graag mee in contact willen komen. We zijn goed van aard in ieder geval. De apparaatjes die we bij hebben doen je geen pijn. Maar we willen je wel vragen om in ieder geval dicht bij die apparaatjes te komen. En dan de lampjes te laten branden. En zo aan ons te laten zien dat er iemand hier is die met ons in contact wil komen. Mijn naam is Jan. Degene van rechts van mij is Wim. Gehurkt Wim Senior. En met de camera is Louis. En wij doen regelmatig op diverse locaties onderzoeken. En wij stellen ons altijd de vraag,
wat is nou precies het paranormale? En daar proberen wij dan weer bewijzen uit te halen. En daarom zijn we dus op deze locatie terechtgekomen. Met de vraag of dat hier iets is, iets paranormaals. Zijn hier entiteiten? Zijn hier misschien dan die entiteiten, die twee, die gestorven zijn tijdens die explosie? Als dat zo is, we willen graag met jullie in contact komen. Of met één van jullie. Het is hier echt heel stil. Het is heel rustig hier. Maar we zitten ook wel een stukje onder de grond natuurlijk, hè? Ja, hier gaat hier even wel toch een paar. We hebben hier ook geen verbinding. Nee. Dus wat dat betreft, de apparaten kunnen niet afgaan op telefoons of wat dan ook. Nee. Want we hebben geen verbinding hier. Nee, er is helemaal niks. Nee. Je kan het zien, hier liggen nog mondkapjes, dus ik weet niet wat ze hier verder uitgestookt hebben. De kaarsjes zijn windstil. Behalve de pakzak. Die knettert. Maar als hier iets of iemand bij ons aanwezig is en die met ons in contact wil komen, zou je eigen dan kenbaar willen maken en dat kan via die apparaatjes. We zouden graag met jullie in contact willen komen. Wat ben je aan het pakken, Louis? Een bril. Waarvoor? Als die gelijk. Dan zie ik beter. Ja? En wat moet je kunnen lezen dan? Wat ik hier op mijn K2-meter zie staan. 0,0. Ja. Zullen we het eens even testen met de telefoon? Want of die reageert op de accu of zo? Laten we nou maar doen. Nou, dat pak je niet op. Nee? Nee. Het is puur. Ja. Oh. Dat deed hij het. Dat deed wel, ja. Ja. Ik heb geen verbinding, maar hij reageert wel. Ja. Ik kan wel even laten zien dat mijn telefoon hier nog geen verbinding heeft. Zullen mij dat doen? Even voor de duidelijkheid, geen verbinding, 43% batterij, maar geen verbinding hier. Dus ik ben niet bereikbaar. Maar daar komen we niet voor om bereikbaar te zijn. We willen contact leggen. 100% verbinding. Ik wil een pacemaker. Is hier een soldaat gestorven? Het verhaal gaat over een explosie met een lont dat de explosie heeft doen veroorzaken, waarbij er twee militairen zijn omgekomen. Wat piept er nou? Is het apparaatje? Ja. Waarom piept hij dan? Telefoon. Oh? Hij is de straling aan het meten. Maar je moet hem rechtop houden. Ja, nee, ik moet het maar niet uit. Is hier iets anders? Dwaalt hier iets anders dan alleen militairen? Misschien vanuit het verleden van voor die wereldoorlog, die Eerste Wereldoorlog. Misschien heeft hier ooit wel een boerderij gestaan. Kippen. Ja, ik hou daar een kip. Nou, we gaan bij deze de sessie afsluiten. We zitten hier al enige tijd zonder reactie. K2 meters die niet afgaan, rempelt die niet afgaan. We horen verder niks, ook niet op de recorder. Dus het is genoeg geweest. Helaas is dit niks geworden vandaag. Maar goed, de volgende keer misschien beter. En we hopen natuurlijk dat jullie er de volgende keer weer bij zijn. Heb je vragen of opmerkingen? Stel die gerust in de comments. Ik zou zeggen, vergeet in ieder geval de video te liken. En tot de volgende video natuurlijk. Goeiedag.